Vrijdagmiddag lag de bouw van een nieuwe veldschuur in Malden even stil om te vieren dat het hoogste punt van de bouw deze week bereikt is. Bouwlui en personeel van LACO, dat volgend jaar in het nieuwe gebouw gaat werken, werden getrakteerd op friet. Wethouders Maarten Schoenaker en René Waas spraken hun trots uit naar de aanwezigen en benadrukten dat volgens hen goede samenwerking ten grondslag ligt aan de realisatie van het nieuwe zwem- en sportcomplex. Daarna werden zij naar het hoogste punt van het gebouw geleid om daar de Nederlandse vlag te plaatsen. Naar verwachting is het sportcentrum in juni 2019 klaar.